Welkom bij alweer de laatste battle van Kindercorso 2020. We hebben een mooi en gezellig Kindercorso achter de rug. Waarvoor jullie allemaal hele mooie creaties gemaakt hebben. En volgens traditie wordt er een vaandel gemaakt in het thema van de wagen of een groep. Helaas kan er dit jaar geen kindervaandelfeest georganiseerd worden bij het Stokpertje. Maar dit jaar mag wel iedereen een vaandel maken. We hebben een verslaggever op locatie bij het Stokpertje. Hallo, hallo, hallo. Horen jullie mij? Hi Fred, yes, welkom op het Stokpertje. Zoals jullie misschien wel weten, maken de winnaars van het grote corso altijd een vaandel die ze mogen presenteren bij het vaandelfeest. Aan jullie de vraag of jullie ook een vaandel kunnen maken wat past bij jullie waagje. Boven mij zien jullie al enkele vaandels van winnaars van het kindercorso. En op 4 oktober bij de kindercorso vaandelfeesten zullen wij bekendmaken welke drie er dit jaar bij komen te hangen. Dus maak jij het mooiste vaandel? Komt hij misschien wel hierbij te hangen. Terug aan jou, Fred. Ja, daar ben ik weer. Dankjewel. Nou, de opdracht voor deze laatste battle lijkt me duidelijk. We kijken enorm uit naar de filmpjes en foto's van jullie zelfgemaakte vaandel. Dit kan een schilderij zijn of een tekening. Je mag je vaandel zelf kleuren, versieren of schilderen in het thema van je kindercorso-wagen. Je kunt je filmpje of foto insturen tot zondag 27 september, 6 uur. En we willen wel graag je deelnamenummer op het vaandel zien. Goed je best doen en maak voor de laatste keer kans op een hele leuke prijs. Volgende week komen we bij je terug om de winnaar bekend te maken van deze laatste battle. Heel veel succes allemaal en tot volgende week. Doei!